Goedemiddag. Ik heb mijn swappakketje binnen. Ik had hem gisteren al binnen. Maar ik dacht, ik wacht wel even met uitpakken totdat ik morgen weer de camera aan heb. Ik ben mijn eigen swap aan het inpakken hier. Er staat niks in beeld, hè? En mijn eigen swap gaat vandaag niet meer weg, helaas. Want het is inmiddels... Oh, jongens, het is 5:10. Ik heb de hele dag gewerkt. En, nou ja, de pakketjes die de deur uit moesten vandaag, die zijn al weg. Dus ik ben bang dat deze nog eventjes tot morgen moet wachten. Maar goed, dan ben ik nog steeds ruim op tijd. Iemand die zo gek is op cadeautjes, is ze bijzonder slecht in uitpakken. Hè? Juist. Kijk nou. Even die doos uit de weg. Alsof ik het boek van Sinterklaas hier binnen krijg. Nou is natuurlijk de vraag, mag dit al open? Er zit geen briefje bij wat haar uitsluitsel over heeft, hè? Nee. Ik ga ervan uit dat als ik dit openmaak, dat het nog niks weggeeft over de cadeautjes. Maar mag het al open? Ik heb net aan Yvonne gevraagd wanneer we gaan beginnen met uitpakken. Want ik was het even kwijt. Volgende week zondag. En dan heb je eerst 14 uitpakjes. En dan op eerste paasdag nog een cadeautje. Maar wat zal ik hier nou mee doen? Ik denk dat het de bedoeling is dat ik hem openmaak. Kijk, oh, dit is wat ik aantref. Met een kaart, daar hoopte ik al op. Hallo Linda, hier is de paaswap. Ik heb mijn best gedaan er iets leuks van te maken. Er zit geen gekocht cadeautje in, maar ik heb een muisje voor je genaald vilt. Vond ik wat persoonlijker. Verder natuurlijk de wolletjes en wat extraatjes. De wolletjes hoeven niet op volgorde, dat mag je helemaal zelf weten. Ik hoop dat je er blij mee bent. Van Marianne Otger. En dan ga ik niet te erg in deze box kijken, maar ik zag wel iets leuks bovenop liggen. Dat ga ik er wel uithalen. Kijk nou. En dan toevallig vandaag ligt hij nog te snurken daar zo. Marianne, dank je wel. Ik leg hem zo netjes weg. En dan kan ik er vanaf volgende week zondag elke dag een pakje uithalen. Apollootje.
Apollo. Hé, Poepie. Kom hier nog even erbij. Ja, moet je even naar de overkant, daar kun je erop. Moet ik hem niet tegen de plakbandmachine aan laten lopen? Kom maar. Hi. 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 Dat ik jou nou toch precies vandaag erbij moet halen, zeg. Hey. Ik ben wel blij dat je het erbij gezet hebt dat het voor Apollo is, hoor. Ik zou er zo aan begonnen zijn. Kijk nou eens. Hier. Hier. Is dat lekker dan, Poepie? Oh, is dat lekker dan? Hè? Ja. En zoveel als dat hij geknuffeld wordt, zo weinig snoepjes krijgt hij hier. Eigenlijk alleen maar, nou ja, als we een keertje ineens snoepjes in huis hebben. Oh, jij dacht dat er nog wel één was. Nou, zullen we dat dan nou doen? Ja, niet met de bip op de camera, hè? Je bent een netpoesie. Oh, dat zijn wel heel veel snoepjes. Dat gaan we niet doen. Kijk eens. Hier. Zo. We gaan een beetje zuinig erbij doen, hè? En rustig aan, joh. Kwijl sick. Echt waar? Heeft hij nou op de grond laten vallen? Joehoe. Er ligt hier nog één. Nou, hier zo dan. Nou, straks de tafel maar weer even schoonmaken voordat we hier zelf gaan eten. Oh, oh. Nou goed, ik ben dus mijn eigen swappakketje aan het inpakken. En dat heb ik, daar ben ik lekker... lekker mee bezig om er wat vrolijks van te maken. En dat gaat dan morgen op de post. Maar dat is dan natuurlijk nog steeds heel op tijd. En gisteravond kwam als verrassing... kwam ineens de eerste clue van de Line Dance Mystery Knit Along online. En die moet ik er even bij pakken. Hallo Poepie. Echt waar, die kat, die kopjes, wat een hersenschudding. Oh, oh, oh. Nee, je weet toch gewoon bijna niet hoe je moet laten zien hoe lief je bent. Heb jij de mensen even geëntertaind? Hè? Of heb je alleen maar naar het vrouwtje zitten kijken? Je moet wel even leuk mouwen in de camera. Nou goed, gisteren kwam dus ineens clue 1 online. En ik had nog niet eens mijn garen gekozen. En ik had natuurlijk gezegd, ik doe wel garen wat over is, een pakket... Maar goed dat ik dat niet gedaan heb, want er is vandaag nog een pakket de deur uitgegaan. Ik heb andere kleurtjes bij elkaar gezocht. En ik heb het beginnetje gemaakt gisteravond. Maar voordat ik natuurlijk de hele boel had opgebold, was het bijna bedtijd, zeg maar. Ik had wel een bollewinder erbij gepakt. Ik gebruik mijn Forest Green. Dat is mijn...
kleur 5. In de navy is mijn kleur 1. Olivander, dat is mijn kleur 2. Golden leaves is mijn kleur 3. En buttermilk is mijn kleur 4. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dat kan ik natuurlijk niet heel georganiseerd even op volgorde laten zien. Dit is mijn kleurpalet geworden. 1, 2, 3, 4, 5. Of andersom. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, goed. Ik weet het niet precies, maar deze heb ik gekozen. Deze had ik net aan de lijn hangen. Oh, dat vind ik zo'n lekker kleurtje. Maar ook olifanten. Och, och, och. Ja, ik vind het natuurlijk allemaal lekkere kleurtjes. Anders had ik wel wat anders gekozen. Nou, het begin is hartstikke leuk en het patroon zag er weer buitengewoon verzorgd uit. Lisa's patronen die zijn altijd volgens een bepaalde opbouw. Eigenlijk, nou ja, heeft zij een onwijze, sterke, strakke huisstijl door alles heen. Daar kan ik nog wat van leren. En ik heb hem in mijn Sevilla-tasje gedaan met natuurlijk de Notion pouch die daarbij hoorde. En hier zit ook nog het blikje in wat daarbij hoorde. Dus ik ben helemaal een blij ei, want ik kan nu gelijk al mijn nieuwe spulletjes gaan gebruiken. Wat ik ook gestart ben, jullie zullen wel denken, daar komt ze weer met ik ben wat gestart. Maar ik had die Pentapillar pullover gemaakt. Dat truitje, wat uiteindelijk naar Fien gaat. En toen had ik het erover met mijn zus, toen ik daar was vorige week. Toen zei ze, eigenlijk moet jij allemaal kleine lapjes en dan moet je daar zo'n truitje van maken. Het is altijd goed om te laten zien hoe iets opbreidt. En toen dacht ik, zus, dat is een briljant plan. Dus, ik ben een nieuwe Pentapillar pullover begonnen. Kijk. En daarbij heb ik dus Yarnicorn met Lalila en Warm Sunset. Maar het is natuurlijk ook heel goed om te laten zien hoe dingen ophaken. Dus ik ga ook een vestje maken waarin ik de lapjes dus gehaakt kan laten zien. En dat worden waarschijnlijk wordt dat een truitje en een vestje wat niet groot genoeg is om aan te hebben. Dat is ook helemaal het idee niet. Maar het dient natuurlijk een dubbel doel. En daar moet ik nog even wat voor pakken. Want ik zei tegen Rob, dan wil ik dus dat ik meteen ook kleurcombinaties laat zien die lekker bij elkaar passen. Dus we zijn zondagmorgen, na het ontbijt, hebben we allemaal garen hier op tafel neergelegd. En daar is dus uiteindelijk iets uitgekomen. En Rob heeft daar natuurlijk weer helemaal een schemaatje van gemaakt. En dit is niet qua kleurweergave nou zo exact wat we gaan doen. Maar het idee is dus dat we hier zo Yarnicorn en hier zo Lalila hebben. He, dan wordt dit Warm Sunset en dit wordt Cookie Dough Ice Cream. Maar dan wordt dit ultraviolet en dit, even kijken welke, Rosebud. En dit vierkantje qua garen smoelt dat dus echt heel lekker bij elkaar. Is ook zo'n lekker vlakje bij elkaar. Nou goed, al die vlakjes die heeft hij hier dus uitgewerkt. En de banen heeft hij hier dus uitgewerkt. En dit is dus het midden. Dus we gaan
swatchen met een plan. En op die manier kan ik dus en laten zien hoe het garen opbreidt en ophaakt. Maar je hebt meteen een leuk item hangen wat gewoon nou ja, op je kraam is. Als ik dat namelijk niet doe en ik moet overal losse lapjes bijleggen. Ja, weet je, dan liggen die lapjes weer overal. En nou ja, volgens mij is dit nog nooit gedaan. Dus mijn zus gaf een voorzetje. En ik ging gelijk, nou ja, daarmee aan de slag. En ik dacht, dat gaan we doen. Ik heb natuurlijk geen idee. Dit ga ik natuurlijk allemaal niet afkrijgen voor Tilburg, hè. Maar dit is toch leuk om te zien. Dat je meteen kan zien, oh, Yarnicorn breidt dus zo op. En als je hem in een granny doet, dan krijg je dit. Dit wordt natuurlijk geen Ariana cardigan, want bij een Ariana cardigan zijn de vierkantjes zo. Nou, daar heb ik natuurlijk geen zin in. Dan moet ik al die halve en die kwartjes maken. En in welke kleur moet ik dat dan weer doen? Dus dit wordt gewoon een vestje, gewoon simpel, recht toe, recht aan. Vier vierkantjes boven elkaar, vier vierkantjes in de breedte. Dit wordt een mouw totaal qua grootte. En nou ja, ik ben wel heel benieuwd of ik dit dus voor elkaar kan krijgen. Oh, oh, oh. Ja, en wat een level van organisatie zit hier meteen achter, hè? Ik word toch zo blij van die man. Hij verdient de eretitel Wolrobbie wel, hoor, vind ik altijd. Nou goed. Dus hier ben ik ook aan het breien. Nou, ik zei al, hè, ik vond de Pentapillen pullover vond ik een heerlijk breitje. Dus dit vind ik ook wederom een heerlijk breitje. Ik ben hem overigens nu op 31 steken breed aan het doen. Hij wordt ietsje breder als degene die ik gemaakt heb. Die was maar 23 steken. Maar ik dacht, 31 steken, dat is, dat, nou ja, het is... Gewoon, het geeft ook net eventjes wat meer nou ja, de breedte van een sok weer bijvoorbeeld. En ondanks dat je hem natuurlijk niet in het rond breidt, want dan gaat je garen weer hele andere dingen doen. En ik breid dit natuurlijk heen en weer. Maar ik vond het idee hierachter gewoon echt heel leuk. En ik dacht, ik heb bijna niks te breien. What could possibly go wrong? Oh, oh, oh. Nou, goed. Dus als ik dat gele vakje gebreid heb, dan haak ik meteen een geel vakje. Dat haak ik er meteen aan vast. He, dat doe ik met die join as you go methode, wat ik voor mijn vestje uiteindelijk helemaal niet mooi vond. Maar ik dacht, nou kan ik dat ook gelijk even oefenen. En nou ja, zo ontstaat er dan een heel vestje op den duur. Hoop ik. Gisteren heb ik natuurlijk ook aan mijn... restjes sok gebreid. Hè? Restjes sok 1 heb ik al klaar. En pak nou gewoon dat hele tasje er even bij in. En van restjes sok 2, ik ben van plan om ze hetzelfde te maken, heb ik dus de boord met... Nou ja, een pop of olivander aan het begin. En heb ik dus de eerste kleur gebreid. En de eerste kleur heb ik gek genoeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ben bij toer 6. De eerste kleur heb ik gek genoeg 8 toeren gedaan op deze sok. En de rest 10. Dus ik ga... ook hier zo nu en dan weer aan verder breien. Hoewel dit wel echt, nou ja, onderweg breiwerk is, zeg maar. Nou gaan wij zondag gaan Rob en ik naar Hardenberg. Naar het Crea weekend. Dus als Rob wil rijden, dan kan ik breien. Rijtijd is breitijd, hè. Wat heb ik hier ook alweer in zitten? Oh ja, mijn warme wol hobby. Daar is nog niet zo heel veel aan verder gebreid. Waar ik wel ook nog weer aan gebreid heb. Van de week toen ik bij mijn buffje was. En al eerder onderweg in de auto.
Dat is Kirsi's trui. Maar daar is natuurlijk nog wel even wat voor nodig, hè? Waar is die schoudernaad hier? Dus ik ben nu nou een centimeter of 5 onder de arm. En ik weet het niet helemaal zeker uit mijn hoofd, maar volgens mij moet het pand 35 centimeter vanaf de schouder worden. Is dat logisch? Nee. Nou ja, voor Kirsi misschien wel natuurlijk. Nou, dat zou best al wel eens kunnen. Ik kan nu niet kijken, want jullie zitten op een notitieblok met z'n allen. Ik doe de bollen afwisselen. Hè. Elke keer als ik hier zo mijn steekmarkeerde passeer, dan pak ik de andere draad. Zodat het verschil in verfpad uiteindelijk niet als een strakke streep in je breiwerk te zien is. Ik heb het bovenste gedeelte heb ik wel met één kleur gedaan. Maar zodra ik onder de armen gesloten had, ben ik de bollen af gaan wisselen. En het zou best kunnen dat deze twee wel uit hetzelfde verfpad komen. Maar zelfs dan kan het een verschil zijn. Of een bol in het midden of aan de zijkant ligt. Of nou ja, hoe de citroenzuur zich door het water beweegt. Dat kan gewoon allemaal van invloed zijn op hoe de verf pakt op je garen. Maar ook hier heb ik dus lekker aan gewerkt. Als ik straks de Engelse vlog heb opgenomen, dan zal ik de steekmarkeerder naar beneden zetten weer. Dan zijn we weer helemaal bij. Dit is trouwens vlog 20. We zijn op de helft. Hoe dan? Het gaat echt zo hard. Ja, daar kan ik me elke keer weer over verbazen. Ik heb nu natuurlijk een heleboel breierij onder handen. En ik had al niks onder handen. Dus ik ga om de zoveel dagen laat ik weer even zien waar ik dan wel aan gewerkt heb. Ik ben ook inmiddels begonnen aan de eerste mouw van mijn brioque. En tot mijn grote vreugde zag ik dat de brioque dus al een halsboord en een onderboord heeft. Dat was ik even vergeten. Maar dat betekent dus, als die mouwen er straks in zitten, dat ik alleen nog maar links en rechts steken op hoef te nemen. De boord hoef te breien. Nou, dat weet ik veel. Die is misschien, 12 of 14 toeren of zo. Nou, dat is natuurlijk gewoon easy peasy. En aan de ene kant moeten er dan even knoopsgaten in. Ik denk niet dat ik het ooit dicht zal dragen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Zeg nooit nooit. Ik ga gezellig verder met het inpakken van mijn swapcadeautjes. Ik heb al een klein beginnetje gemaakt. En morgen. Morgen heb ik weer een drukke dag. Dan heb ik weer cliënten. Misschien zelfs ook wel tot dezelfde tijd. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dus ook morgen ga ik niet verven. Want dat vind ik allemaal te ingewikkeld worden. Bovendien hebben we nog weer garen zat om te labelen en op te bergen. Ik heb gisteren heb ik, wat had ik nou toch zelf opgebold? Huismuis en Rosebud. Dat heb ik ook allemaal gelabeld en opgeborgen. Rob die heeft gisteravond Ecrusmi en Olivander voor me opgebold. Of opgeskeend, opgedingest. En dat heb ik dus straks allemaal gelabeld en weggestopt. Even tussen twee cliënten door. Nu hangt er, ja, er is heel veel van de lijn gekomen nog. Dat ligt allemaal klaar om opgestrengd te worden.
En er hangt aan de lijn hangt er nog 12 in de navy en 12. Ik wou zeggen Green Forest, maar dat is niet zo. Ho, 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 ho. Apollo heeft van die lange nagels. Dus hij blijft de hele tijd overal inhaken, maar nu nam hij mijn brein al bijna mee. Want hij ligt hier gewoon hoor, hij is niet weg. Dioptaas. Dioptaas heb ik weer bijgeverfd. Dus alles wat ik opgestrengd, gelabeld en opgeborgen heb, dat wordt meteen weer toegevoegd aan de webwinkel. Dan pas, hè. Want in het begin had ik nog wel eens de neiging om alles een beetje door elkaar te doen. En dan uiteindelijk wist ik helemaal niet meer wat nou de status van een bepaalde kleur was. Dus nou ja, hè, elke dag een procentje beter. Inmiddels hebben we een workflow waar we goed mee overweg kunnen. Dus het komt van de lijn als het droog is. Als er dan strengen van gemaakt zijn, er zit een label omheen. En het gaat in de kratten. Dan wordt de webwinkel bijgewerkt. Dus, maar dat betekent dus dat bijna elke dag de webwinkel bijgewerkt wordt. En afgelopen weekend is Rob weer aan het wolhobbyen geweest. Oh. Sorry, was even afgeleid. Afgelopen weekend is Rob weer aan het wolhobbyen geweest. En toen heeft hij een plugin toegevoegd waar je wolletjes met elkaar kunt vergelijken. Dus als je nou op de webwinkel aan het zoeken bent en je denkt, oh, ik kan niet kiezen tussen nou ja, die en die. Dan kun je dus vergelijk aanklikken. En dan zet hij dat allemaal netjes voor je op één bladzijde. En dan kun je even kijken wat je nou het mooiste vindt. Of je bepaalde kleuren mooi bij elkaar vindt. Nou ja, we zijn lekker bezig. In ieder geval. Er is al heel veel gereageerd op het kaartje voor de Knit & Knot, wat ik gisteren in de verloting had. Zaterdag laat ik weten wie hem gewonnen heeft. Maar als je nou denkt, als je nou dit filmpje kijkt en je denkt, kaartje, Knit & Knot, wat dan? Kijk dan even naar filmpje 19. Want daar verloot ik een kaartje voor de Knit & Knot in Tilburg volgende maand. Dus er komen nog veel meer kaartjes in de verloting hoor. Maar we doen het gezellig stap voor stap. En dan denk ik dat ik daarmee alles verteld heb. Ik denk het wel. En anders ben ik er morgen toch weer. Dus ik zou zeggen, brei je blij. En ik zie jullie morgen. Dag!